Dat de huidige coronapandemie op elk gebied haar weerslag heeft, valt niet te ontkennen. Het is zaak dat hierop een antwoord geformuleerd wordt hoe verder te gaan, ook wat betreft studie. De Stichting Buurtwerk Latour, Stubula, heeft in samenwerking met Telesuur de mogelijkheid voor studenten gecreëerd om gratis gebruik te maken van haar internetfaciliteit. De Communicatiedienst Suriname had een gesprek met Stubula-coördinator Wilgo Koster. Het idee is in het kader van de hele COVID-19-pandemie waarin we zitten. En wij hebben zeker als buurtorganisatie uh, willen inspelen op de klaagzang die we hebben gehoord uit onze gemeenschap. Internet is duur, mensen hebben geen telefoon, misschien plotseling om het ook wel bij te, toe, toe te voegen. We merken dus dat uh, uh, een aantal kinderen, een aantal jongeren, een aantal studenten, geen internetfaciliteiten hebben. Heel raar, maar het is inderdaad zo. Op een gegeven moment hebben wij gezegd van hoe kunnen we als buurtorganisatie daarop inspelen. En we hebben toen onze stolte schoenen aangetrokken, en hebben gezegd: oké, okay, we gaan telensuur aanschrijven. En telensuur vragen als ze het idee willen joinen. En ik moet eerlijk zijn. Telesuur heeft gegrepen, heeft gezegd, dit is een fantastisch idee. En binnen drie dagen konden we direct shooten. Een aantal kinderen hebben thuis geen internet. Een aantal kinderen thuis hebben geen computer, hebben geen laptop. Dus waar moeten ze terecht? En daar zit je dus dan met die open vraag. En dan hebben we gezegd aan Subila, wij hebben een ICT-ruimte... Telesuur is net naast bij ons, laten we iets samen uitproberen. Vanuit we het nog steeds noemen een pilotprogramma, een pilotproject. En we hopen natuurlijk dat de studenten als ze komen, inderdaad gebruik maken voor waarvoor ze zijn gekomen. Dus ja, uw vraag is waar het idee is vanuit het buurtwerk, op basis van het groep van onze buurtbewoners. Nou, we hebben wel in ons tweede schrijven naar Tillesuur gevraagd dat we gaan moeten kijken om een aantal sites te blokkeren. Ik zal niet zeggen dus dat als die jongeren hier niet gaan komen, dat ze niet naar YouTube gaan of naar pornografie of naar een of ander ding gaan kijken. Ik heb de tijd niet ervoor om rond te gaan kijken waarmee ben je. Want u moet zich voorstellen, het is eigenlijk. Komen en gezellig in je groepje hier bezig zijn. Dat deden studenten eerder al hoor. Laat me dat ook zo zeggen. Het was al een trackplacer voor studenten om hier samen te studeren, et cetera. Wat bijkomt is het internetgedeelte nu. En omdat er online lessen gegeven gaat worden. Maar het afsluiten, het controleren daarvan. Daar zal Telesurus nog even een beetje wegwijs moeten maken. Want ik ben geen ICT deskundige. En we zouden moeten gaan kijken hoe dat loopt. Tot op dit moment hebben we dus niet kunnen merken, de studenten die komen, dat ze dus uh, gek ermee omgaan. Ik, ik vind het alvast fijn dat deze jongeren hun verantwoordelijkheid kennen. Als Subila wel in de behoeften zou kunnen voorzien van kinderen die geen computer thuis hebben, Dat zeg ik nee. Omdat we maar veertien computers hebben, we hebben geen laptops. Vandaar dat de kinderen die. Met hun eigen apparatuur hebben, dat gaat veel makkelijker, want dan kan je gewoon hier in de zaal zitten of boven zitten. Je hebt een plekje, je kan daar werken. Maar zij die dat niet hebben, die kunnen gebruik maken van wat wij hebben. Alleen zullen ze een kleine bijdrage moeten leveren. Want, ja, je begrijpt, slijtage gaat spelen aan je computer, je ergo-ruimte. Uh, wij vallen ook onder het systeem van. Extra energie betalen, en extra water betalen. Dus we komen er niet onderuit. Maar het zal niet zo zijn dat je het niet kan betalen. Maar je kan gebruik maken van de faciliteiten die we hebben. We hebben wat computers staan. Dus je zou kunnen invoeren, je zou kunnen internetten, etc. Alleen kunnen we nog niet inbinnen en plastificeren en uitprinten. Dat kunnen we helaas nog niet, omdat we die, het materiaal nog niet hebben. Het online lessen verzorgen zou kunnen doordat als studenten thuis zijn en ze zouden dus van de school de opdracht krijgen dat er nu les gegeven gaat worden, kunnen ze zich aanmelden hier. En je kan dus je plekje opzoeken en je kan van hieruit je les volgen. Want misschien heb je thuis geen internet, maar je hebt wel een laptop of je hebt wel je tablet of hoe dat ding allemaal heet. Maar ook als je dat niet hebt en je moet toch nog les volgen, dan is de ICT-ruimte er en dan word je verbonden met internet zodat je ook gewoon je schoollessen kan volgen. Dus die mogelijkheid is er met al die computers die daar staan, verbonden zijn met internet. Dus het is niet zo dus dat je kan zeggen: van ik kan niets doen. Nee, online lessen kan. Uh, we hebben niet bepaald gezegd van uh, maandag is voor de zesde klasse en dinsdag is voor de VOJ-studenten. Nee, je komt, je hebt je apparatuur, je krijgt van ons de code en je gaat je gaan. Als ik zou moeten kijken wat de overheid in deze zou moeten doen. Als je kijkt dat er een aantal ministeries uh, raakvlakken hebben met het buurtgebeuren, met de gemeenschap. dan zou eigenlijk een ondersteuning kunnen zijn van. Stubula, laten we het verder uitbouwen, laten we kijken. Wij zorgen voor het internetgedeelte. Want dat, daar gaat het geld zitten. Als de mensen hun eigen apparatuur hebben, is het geen probleem. Natuurlijk ga je ook nog zitten met je stroom en dat soort dingen. Want op een gegeven moment moet je opladen en dat soort dingen. Je Erico gaat draaien als er studenten in je ICT-room zitten. Maar we zijn blij met het weinige. We zijn blij met het klein beetje dat we zouden kunnen krijgen als ondersteuning. En als je tegen me zegt van ik ondersteun jou in... Je internetfaciliteiten, dat willen we jou, voor jou betalen. Is het prima? Ik mag je vertellen, onze ICT-room heeft ook van EBS een apart tarief gekregen. Hè? Dus ik zou niet zeggen een goedkoop tarief. Maar ze hebben ons in een andere categorie geplaatst. Het hoefgebouw helaas niet. Want we worden nog altijd gezien als een bedrijf. Terwijl het een welzijnsorganisatie is. Je doet gemeenschapswerk. Het is niet een organisatie die op winst... Uitgaat, maar de rekeningen die worden ook gewoon betaald door ons, ook dat het blijven doen. Dus je hoopt natuurlijk dat vanuit die overheid gekeken wordt naar uh, wat voor type welzijnsorganisaties zijn er, wat voor type buurtorganisaties zijn er en hoe kunnen we faciliterend werken naar hun toe. Omdat ik moet eerlijk zijn: het werk die wij doen als buurtorganisaties, en dan wil ik niet zozeer alleen praten voor Stubula. Maar zeker de overige buurtorganisaties, het werk dat we doen, zou in feite gedaan moeten worden door de mensen van de overheid, de ambtenaren die daar zouden moeten zitten. Helaas weten we hoe het gaat in ons land. En gelukkig dat er een aantal vrijwilligers zijn die zeggen: van Ik wil mijn schouders onder het buurtwerk plaatsen. Dan zou vanuit die overheid kunnen kijken: van dit is wat de overheid heeft. Ik zou jullie kunnen daarin faciliteren. En of hoeft het geen geld te zijn. Want ook al geef je me geld, is het morgen op. Ja? Dus uh, bij deze, misschien een mooie oproep aan die overheid om te kijken: van hoe zou u Stubula en de overige buurtorganisatie kunnen ondersteunen? Omdat wat hier gebeurt vandaag aan onderwijs, aan, aan helpen om jongeren in de gelegenheid te stellen dat ze hier kunnen komen om hun schoolwerk te maken, zou ook kunnen gebeuren in andere buurten, te huizen. Ik denk aan Flora, ik denk aan Quarta, ik denk in de districten. Het zou ook moeten kunnen. En dat Vanuit de overheid misschien een beleid is naar, televisie, naar televisie luisteren, Voor die organisaties gaan we dat doen. En dat zou heel fijn zijn, ja.